Ja, burgemeester Kolf, dat is even schrikken, hè? Zeker even schrikken, zeker voor de mensen die hier wonen en die nu tijdelijk uit hun huis zijn. Ik ga zo meteen even met ze in gesprek, kijken hoe het met ze gaat en ze een steuntje in de rug proberen te bieden. Ik heb even met de hulpdiensten gesproken over wat er precies is gebeurd en wat er nodig is. Want ja, het ziet er behoorlijk heftig uit. Het ziet er heftig uit. Het is niet het enige deel in Dordrecht dat stevig is geraakt. Dus ik denk dat we er alles aan moeten doen om te zorgen dat de mensen zo snel mogelijk weer hun huis in kunnen. Eerst moet eens even geïnventariseerd worden wat er allemaal nodig is. Succes ermee. Dank.